De Rijn komt bij Lobith ons land binnen. Zo leerden we vroeger op school. Maar klopt dat eigenlijk wel? We zijn in Tolkamer, een dorp in de gemeente Zevenaar met een kleine 2800 inwoners. Het ligt op 1 kilometer afstand van Lobith en de naam komt uit de tijd dat schippers die vracht vervoerden van Duitsland naar Nederland tol moesten betalen bij de zogeheten Tolkamer. Door het wegvallen van de Europese binnengrenzen in 1993 hoefden de schippers niet meer aan te leggen in Tolkamer en dat betekende een forse aderlating voor de plaatselijke middenstand. Tegenwoordig moet Tolkamer het vooral hebben van het toerisme. In het toeristisch informatiecentrum kun je volop ideeën opdoen. Je kunt hier trouwens ook betalen voor de camperplaats. En hoe zit het nou met de Rijn? Hij komt dus niet bij Lobith ons land binnen, maar bij Tolkamer. Nee, eigenlijk komt de Rijn bij Spijk binnen. Nu, op dit moment, maar vroeger liep daar de Rijn. De Rijn liep dus heel anders dan nu. En als je hier straks die kant in loopt naar richting de Geuzenwaard, dan kun je daar vinden hoe de oude Rijn vroeger liep. Want die maakte een hele bocht. En die liep dus heel anders dan nu. Daar was een dijk die direct naar Huissen liep. En de Boterdijk liep direct naar Schenkenschans. Toen lag de splitsing van de Rijn in de Waal en de Rijn lag bij Schenkenschans. De Rijn ging aan het verzanden. Er kwam een doorbraak en daardoor kwam Schenkenschans aan de andere kant te liggen. Dat is het verhaal. Scheepswerf De Hoop was begin van de 21ste eeuw een van de oudste scheepswerven in Nederland, totdat in oktober 2021 de hoofdvestiging in Tolkamer failliet werd verklaard. De werf werd opgericht in 1889. In de loop der jaren zijn er bijna 1500 schepen gebouwd. 2 jaar voordat de werf failliet ging, leek het juist weer de goede kant op te gaan. Na enkele magere jaren stroomden de opdrachten weer binnen en was er voldoende werk. Maar toen kwam de coronacrisis en ging de wereld op slot. Opdrachten gingen niet meer door en de financiële problemen werden steeds groter. In het toeristisch informatiecentrum is een kleine tentoonstelling te zien over de scheepswerf.